Zo jongens, jullie zien het. Het autootje is weer gepakt. Het is mega lang geleden. Het cameratasje erin. Autootje dicht. Want het is weer tijd om een lekker nachtje te gaan vissen. Inmiddels veel veranderd. Ik ga even lekker in de auto zitten. Ja, want we zijn echt een hele lange tijd weg geweest. Wietse die weet denk ik niet eens meer waar zijn hengels liggen. Daniel die plankt alleen maar. En ik heb ook super weinig gevist. Het was een koude maanden. Januari, februari, december. Slecht weer. Weinig gevist, weinig motivatie. Maar het is inmiddels alweer half maart. En ja, dan kan je nog maar één ding gaan doen. En dat is vissen. Oh. Jongens, daar zit hij. Krap ja, ja. En wel. Hoe heet hij? Bram Vastenburg. A.k.a. Ja, ja. Bram de boodschappenman. En het is zover, want we gaan weer lekker vissen. 27 maart, bijna april. En we hebben nog geen karper gevangen. Hoe kan dat nou? Dus daar gaan we gauw verandering in brengen. Voor april toch de eerste karper. Dat moet eigenlijk wel als David Fish. We hebben nog tot zaterdag, dus alles moet jij gewoon morgen voor werk. Voor werk, ja joh, die is gek. Nee, dat niet. Maar nieuwe baan, we hebben het druk. En deze kan wel even uit. We gaan in ieder geval snel rijden. De klok is net verzet, dus we hebben een extra uurtje daglicht. Tot een uurtje of acht, dus we hebben nog een groot uurtje hebben we nog. Dus het moet goed komen. Gaan we naar de stek en vangen die vissen. Nou jongens, jullie zien het. We hebben weer niet de mooiste dag uitgekozen. We hebben van gauw alle spulletjes in het tentje gegooid. Zoals hier achter mij wel te zien is. Bram die ook net zijn tentje staan. Ik ga gauw naar binnen, want anders dan wordt deel die camera man. Maar hoe heet dit? Kentstekkie zoals jullie achter mij zien. Vaker gevist. Hopen dat de vis hier al is. Het is een gokje. Maar ja, wie niet waagt, blijft waagt. Wie weet het. Dus we gaan er tegenaan. En hopen op een visje. Nou jongens, het eerste hengeltje is klaar. Zoals jullie zien, een mooie snowman montage. Ik vis vandaag met de hot tuna. Met een mooie roze bubblegum pop-upje. Verder onderlijn te gek. Een stukje poetie eraan. Loodje van een grammetje of 70. Gaan we lekker eens ouderwets gooien. Toploodje erbij, je weet het nooit. En hij kan erin. Dames en heren, we gaan het simpel aanpakken. Gewoon een los bolletje. Tijgerlijk crush van de tijgerlijk koken. En we gaan ook ouderwets weer even lekker gooien. Een toploodje erop. Nou, verwacht eigenlijk geen boot. Een heel klein beetje voel, want het is echt nog koud. Ja. Hoe koud is het? Nou, s'nachts meestal 3-4 graden, ja. Dus dat water, dat is ook gewoon nog ijskoud. Er zit hier misschien wel een gans. Maar die heeft het ook niet naar zijn zin, want die wordt gewoon hartstikke nat. Dus we gaan snel gooien. Mooi. Zo jongens, het tweede hengeltje is ook klaar. Je ziet het, een single ball, niet te gek. En we gaan hem gewoon in het gat gooien. Daar zo. Ik gooi hem denk ik 2 metertjes ervoor. Ja, waarom weet ik niet. Maar meestal als je hem echt ingooit, dan vang je geen ene reet. Dus we doen eens een keer wat anders. En we gaan eens even gooien. Nou jongens, ik heb hier een lekkere spotmixie van tegenovergekoopt.nl. Je ziet het, allemaal boekweit, mais, tarwe en alle gekheid erop en aan. En ik moet het vlak voor dat ding gooien en kijken of het gaat opdoen. Nou, perfect. Op zich, de brasems komen wel. Even een schep. Tante Jean. Ja, ja, dames en heren. Het is ongekend. Het is, hoe laat is het? Ja. Nog geen 10 uur. Ik denk 9:45 of zo. Ik zag het. Je ziet het niet zo heel goed op de camera. Nee? Ja, hij is best wel. Ja. Hij is wel dik. Toch netjes, maat. Helemaal goud houden. Zo, dames en heren, daar is hij dan. De eerste vis van 2023, jawel. Hij is echt mega dik. Hij zit nog midden in de winterbulk. En we zijn er blij mee. Het is 10 uur. Dus hartstikke vroeg nog. En de eerste vis is al binnen. Kijk, zo ziet. Hij is echt wel lekker dik. Niet zo lang, maar super mooi visie. Ik trok hem snel weg bij de obstakels. Hartstikke blij mee een fotootje maken en dan gaan we terug. Nou jongens, hij kan weer lekker gaan zwemmen. Mooie vis. Die legt op 8 denk ik. En net gewogen, maar de mat zat er nog bij.
sexy hoor. Heel goud. Nou jongens, je hoort het. Het regent weer lekker. Dus we gaan lekker het bedje in. Het is inmiddels 11:30. Niks meer bijgevangen tot nu toe. Maar dat gaat zeker weten nog wel komen. Ja, we gaan lekker het bedje in. Morgen staat het wekkertje weer om 7 uur. Dus ik kan wel een paar uurtjes slaap gebruiken. En ik zie jullie vannacht met een kromme top. Zo, ik ben echt net wakker. En wat mooi is, een half uurtje geleden was het nog donker. En toen is gewoon mijn hengel afgegaan, zoals jullie hier achter mij zien. Zit er nog een visje in net. Ik denk een kwartiertje geleden. Ik zal eerst even op de film zetten. Gaat deze jonge man zijn vuitje bed trekken. Want over een uur moet ik echt al thuis zijn. Dus het wordt echt een grote gaasshow. Ligt ie. Cheers! Wakker worden! Zo, dan gaan we jou eens even lekker met die brazen op de foto's. Lekker! Ja man. Nou jongens, goeie. Je kan eigenlijk de dag niet beter beginnen dan met een karpje in je hand. Dus dat is helemaal uit. Hij is niet zo groot, mooie Westlandse knol. Maar we zijn er blij mee. Echt een kanaalrakker. Gaf er een harde fluiter. En ik heb het toch al gemist hoor. Ik denk 4-5 maanden karpen gevangen. Dus dan doet de man dit goed. Eindelijk ook weer zijn video geschoten. En twee mooie Westlandse visjes gevangen. En ja, dat belooft veel goed voor de rest van het jaar. Gaan we lekker veel vissen. En ik ga deze terugzetten en dan gaan we gauw de spulletjes opruimen. Ja jongens, het is ongelooflijk, maar we staan er alweer. We staan er weer. Er staat hier ook Bram. Bram, zie jij er een beetje uitgerust uit? Laat het eens even zien. Het is al 7:45. Ja, mooie tijd jongen. Ja, we hebben nog genoeg te doen vandaag, dus we zijn er weer vroeg uit. En dat betekent helaas ook alweer het einde van de video. Of nee, toch niet? Nou jongens, niet normaal, daar staat hij. Een hele goede morgen. Brammetje Vastenburg. Kijk eens even. We hebben echt een prachtige spiegel. Ja, je ziet het niet zo, maar we gaan het zo eens even laten zien. Zo, bizar hè. Echt goeie, bizar. Goeie. Doet hij even. Tweede visje van het jaar, tweede spiegel. Lekker. Kijk jongens, het is 4 graden, lekker op de kano, helemaal goud. Ondertussen Bram aan de onthaking. Die mooi was, en hij is wel echt mooi. Hij is erg mooi. Kijk. Nou, vertel. Dit is het tweede visje van het jaar, weer een spiegeltje. Ik had er vannacht ook al eentje. Ik zit in mijn eentje en ik had Chit gebeld. Die zei, kom maar even foto's maken. Ik denk 3 dagen nadat we, vier dagen nadat we samen hebben gezeten op dezelfde plek. Dinsdag hebben we samen gezeten, het is nu zondag. Dus helemaal goud. Wow, een vis hé. Echt mooi die uitzetprojecten. Ik ga hem even ook terugmelden, kijken hoe oud die is. Deze is nog niet zo oud. En laat nog eens even de andere kant zien. Andere kant? Wel een klein beetje beschadigd. Ja, doe maar op. Echt een mooie, steeds meer van dit soort spiegeltjes vangen hier. Prachtige vis, hé. Niet normaal. Allright, we gaan een foto maken en dan kan hij terug. Bram de spiegelkoning. Hij heeft 2 vissen gevangen dit jaar en hij begint alweer. Ah! De ene nog mooier dan de ander. Zo, hij is erg mooi, ouwe. Hier kom ik gewoon eerder voor mijn bed uit, hè? Besef je dat? Ja. Wel, goeie. Hij is echt een perfect ruier, man. Top. Lekker, maat. Goed bezig. Ja, jongens. Het is ongelooflijk, maar we staan er alweer. We staan er weer. Er staat hier ook Bram. Bram, zie jij er een beetje uitgerust uit? Laat het eens even zien. Het is al 7:45. Ja, mooie tijd, jongen. Ja, we hebben nog genoeg te doen vandaag, dus we zijn er weer vroeg uit. En dat betekent helaas ook alweer het einde van de video. Een korte video, maar wel gelachen. Vis gevangen, eindelijk, bij tijd. En weer eens een video geschoten. Vond je de video nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer voor meer. Er komen weer video's aan, dus dat is goed om te melden. We gaan weer lekker vissen. En misschien zien jullie Bram met de boodschappen van de volgende keer ook alweer. Zeker. Anders gezellig, Rick. En de mazzel.